Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 26 oktober, denk ik. Ja. En het is nog heel erg vroeg, maar als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb vandaag stagebezoek, dus ik moet zo meteen naar stage toe. Ik schrok echt heel erg. Ik dacht dat hier iets zat, maar oké. Ik heb zo meteen stagebezoek en dan wordt dus mijn stage beoordeeld. Dus er komt iemand vanuit de hogeschool komt kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga een dramales doen, dus het moet wel goed komen. Want deze les is ook echt heel erg leuk. Dus hopen dat het helemaal goed komt. Ik heb er wel vertrouwen in, maar het blijft alsnog gewoon spannend. Omdat je weet niet hoe kinderen reageren en het kan altijd anders lopen. Dus jullie zien mij pas weer na stage. Het is inmiddels is het alweer bijna 8 uur. Ik heb de hele dag stage gehad. Mijn stagebezoek ging heel goed. En ik ben nu even mijn haar op mijn borstelen, want ik ga namelijk nu naar de sportschool. Dus ik ga mijn staart maken en dan ga ik onderweg en daarna mijn haar wassen. Want het is echt mega vet. Ik ben het een beetje aan het uitstellen. Maar door het feunen kan ik wel langer mijn haar niet wassen. Dus dat is chill. Dus ik ga nu naar de sportschool. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik heb gisteren de hele dag niks gefilmd. Ik heb best wel 2 zware dagen achter de rug. Ik had 2 dagen stage. En dan ben ik echt van 8 tot 5 ben ik daar. En dan, ja. En dan daarna moest ik ook nog werken. Dus ik ben echt best wel moe. En het is nu ook nog heel vroeg. Mijn wekker ging weer om 6:30. Want ik moet zo meteen naar school. Ik heb 1 uur les, maar het is dus heel vroeg. Het is dus op school, dus ik moest me wel klaarmaken en al dat soort dingen. Dus ik heb me klaargemaakt. Ik ga vanmiddag mijn nagels laten doen, er is eentje af. En het was sowieso het plan om te gaan, dus dat komt goed uit. Ik heb die trui aan met die leuke achterkant. Alleen van de voorkant vind ik het echt nog steeds gewoon een zak. Maar hij zit heel erg lekker. En ik heb niet zo heel veel zin, dus ik dacht, ik doe deze gewoon lekker aan. Ik ga nu ontbijten, mijn spullen bij elkaar pakken en dan onderweg naar school. Ik ga gewoon met de auto. Dus ja. Vanmiddag ga ik mijn nagels laten doen. Ik heb school gehad. En ik heb ook al. Zo, het licht is wel echt. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik heb school gehad en ik heb ook al mijn nagels laten doen. Ik heb gewoon weer mijn favoriete kleur, die roze kleur. Ik blijf dit gewoon echt het allermooiste vinden. En ik heb ook een keer zo'n druk dat ik denk, oh, ik moet elke keer een andere kleur nemen als ik mijn nagels doe. Maar ik vind dit gewoon het mooiste. Dus ik ga deze gewoon heel vaak doen. Dus ik ga nu naar huis. Dan ga ik even aan school werken. Daarna heb ik ook online les. En vanavond moet ik weer werken. Dus dat is een beetje stom. Oké, ik heb net even een tosti gemaakt en gegeten. Ik heb over een half uur online les. En vanavond dus werken. Wat ik nu ga doen is mailtjes beantwoorden. Want ik heb zoveel mailtjes. En ik moet het echt gaan doen. Want ik stel het elke keer uit. Dus dat ga ik nu doen. Dan heb ik namelijk daar nu een half uur voor. Ik weet niet of dat genoeg is. Maar ik ga proberen een half uur. Dan ga ik daarna mijn online les doen. Dan heb ik dat in ieder geval afgerond. Dan kan ik daar verder werken. En dan moet ik ook nog iets doen voor godsdienst. Want dat moeten we morgen af hebben. Morgen is mijn moeder jarig. We zouden morgen eigenlijk naar de kunsthal gaan. Maar ik weet niet of dat nog doorgaat. Dus dat eigenlijk. En van het weekend is C jarig. Dus dat gaan we vieren. We zouden eigenlijk een surprise party doen. Maar C... Sorry. C kan hier niet zo goed tegen. Dus het is mislukt. In ieder geval, ik ga even mijn bord opruimen. En dan ga ik mailtjes beantwoorden heel snel. Goedemorgen, het is vandaag donderdag, toch? Ja, donderdag en het is 11 uur. Ik heb er al een ochtendje op zitten. Ik heb mijn make-up net gedaan, ik heb gedoucht, ik heb gebeld voor school, want ik moest, we zijn bezig met een verslag voor godsdienst. Dus we hadden even gebeld met onze begeleider daarvan. Voor de rest, is vandaag mijn moeder jarig. Heel erg leuk. En we hebben hier cadeautjes. Ik heb samen met mijn broertje cadeautjes gekocht. Dus dat gaan we vandaag geven. We hebben eten
besteld bij zo'n tapasrestaurant. Dus we gaan vanavond lekker tapas eten. Heel veel zin in. Zometeen ga ik mijn moeder even taartjes halen, denk ik. Of ik weet eigenlijk niet wat we gaan doen. Ik heb pas om 4:30 les op school. Dus ik moet nog even kijken of die op school gaat doen of online. En ik heb gisteren dus mijn nagels laten doen. Dat had ik volgens mij al verteld. En ik heb er even die trui aan. Want hij zit wel heel erg lekker. Hij is lekker groot. Dus dat is heel erg chill. Ik ga even mijn moeder vragen wat ze wil doen. En dan ga ik even kijken wat ik vandaag allemaal ga doen. Oké, ik zit nu in de auto. Ik sta even stil. Want ik ga nu even een pakketje ophalen. Want bij mijn vader, als het goed is, zijn er 2 pakketjes gekomen. Dus die ga ik even ophalen en openmaken. Ik weet niet precies wat ik er mee ga doen. Er zat hier een auto midden op de weg. Dus ik heb geen idee wat hij gaat doen. Maar ik wil er graag langs. Even kijken. Oké, ik ben bij mijn vader thuis en ik heb hier een pakketje voor een nieuw horloge. En daarmee komt ook een samenwerking op mijn Instagram. En ik heb een pakketje van Chiquelle. Ik ga eerst even een TikTok opnemen, want ik heb een adventkalender gekregen. Die ga ik op TikTok unboxen. Dus die video ga ik eerst opnemen en dan ga ik deze pakketjes voor jullie openmaken. Oké, ik heb een heel erg leuk pakketje, want ik mocht namelijk een horloge uitzoeken. En wat heel erg leuk is, ik mag er ook eentje aan jullie weggeven. Dus hou mijn Instagram in de gaten. En ja, dan kan je dus zelf ook een horloge winnen. Dit is het doosje die erbij zit. En dan kan je hem zo uitschuiven. Ja, heel erg mooi. Ik ben heel blij dat ik deze heb gekozen. Er zit een boekje bij. En dit is het horloge dat erin zit. Ik heb hem gewoon in helemaal zilver genomen. Want dat vond ik het mooist. Dus als jullie het leuk vinden om ook een horloge te winnen, moet je even mijn Instagram in de gaten houden. Ik heb ook nog een pakketje van Chiquelle gekregen. En ik heb hier elke maand ongeveer samenwerking mee. En dan mag ik een paar items uitzoeken. Ik heb een kortingscode voor jullie met 20%. Ja, net de 20. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En ze hadden nu weer echt leuke dingen. Dus ik was heel erg blij dat ik iets mocht uitzoeken. Als eerste zie ik hier een jongsbroek. En dit was een pak. Ik weet niet. Ja, het hele pak zit erin. Dus dat is heel erg chill. Het is een grijze broek. En mijn jongspakken komen echt meestal van Chiquelle. Omdat ik ze heel erg zacht vind. Ik heb hem deze keer in een grijze kleurtje. En dit is de broek. Aan de onderkant heeft hij elastiek, wat ik wel fijn vind. En aan de bovenkant kan je hem vastzetten met touwtjes. De top heb ik net zoals de broek in een maat S. Dit is de trui. En deze heeft een capuchon, wat heel erg fijn is. Deze zou je natuurlijk ook gewoon los kunnen dragen. Op gewoon een spijkerbroek. En zo ziet hij eruit. Hij ziet er best wel een beetje oversized uit, dus dat is fijn. En voor de rest is die eigenlijk best wel simpel. Hij heeft dus een beetje grijze kleur. En aan de zijkant, aan de onderkant, zitten 2 hele kleine splitjes. Oké, dit is het joggingspak. Dit is de broek. Zit heel lekker. En de trui. Kan er weer tegenaan. Love it. Dan heb ik een shirt. In de kleur groen. Deze. Het is namelijk dit groene shirt. En aan de voorkant heeft hij dus een beetje... Hoe zeg je dat? Ja, hoe noem je dit ook alweer? Geen idee. Het is echt helemaal in. Dat zag je ook heel erg in de zomer. En voor de rest is het gewoon een shirt met lange mouwen. En een hele kleine kool. Dat vind ik het fijnste als het niet zo lange is. Maar een beetje dit formaatje. En deze kleur vind ik altijd heel erg leuk. Deze heb ik ook in een maatje S. Dan het laatste. En het laatste is een cardigan vestje volgens mij. Ik had nog geen... wit cardigan vestje. Dus die heb ik nu wel. Deze heb ik in een maatje one size. En de mouwen zijn dus wat meer ballonachtig. En voor de rest is die gewoon helemaal wit. En ik vind dit gewoon heel erg leuk. En ik dacht, waarom doe ik niet een keer een wit kleurtje? Oké, dit is het witte cardigan vestje. Ik vind hem echt heel, heel erg leuk. Dus dit zijn de items van Chiquelle. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En welk liedje zou ik dan erop zetten? Oké, we hebben even vlaggetjes opgehangen en de tafel leuk gedekt. Welk liedje? We gaan niet uit op. Oké, is goed. Oké, ik heb net les gehad. Zo. Het is zo slecht weer. Mijn haar is helemaal nat. Ik heb het vandaag gewassen. Ik haat dat. Ik ga heel eventjes... ik ben dus net op school geweest. We hebben dus les gehad en het was niet zo nuttig helaas. Dus dat vind ik wel jammer. Dan had ik het liever online willen volgen. Maar ja, het is niet anders. Ik ga
gaan even muziek luisteren en lekker onderweg naar huis. Ik ben echt best wel moe, maar we gaan straks lekker eten. We hebben het verjaardag van mijn moeder een beetje gevierd en dat gaan we vanavond ook nog een beetje doen. Dus ik ga nu even nog muziek luisteren. Ik ben weer thuis en we hebben de tafel gedekt. En we hadden dus tapas besteld. Zit nu al een deel in de oven. En we hebben het gewoon in zulke tapasbakjes gekregen. En we gaan carpaccio maken. En we hebben ook al wat brood met aioli. Sorry. Zie. Don't touch it. Ben ik in bepaalde situaties? Het is vandaag vrijdag en ik heb nog online les. Oké. Het is inmiddels vrijdagavond. Ik ben echt net thuis. Ik moest vandaag werken. En ik had vanochtend een online les. Alleen mijn camera was leeg en mijn oplader lag bij mijn vader. Dus volgens mij heb ik niks gefilmd vandaag. Maar ik moest vandaag ook de hele dag werken. En Voske en Floor zijn nu onderweg naar mij. We gaan namelijk eten bestellen en gewoon gezellig wijntje drinken. Om dat soort dingen. Dus dat is wel leuk. Ik heb een hele simpele outfit aan. Gewoon even wat lekker zit. Ik heb een sieraad er net in gedaan. En ik had vandaag geen foundation op. Dus dat heb ik net even gedaan. Omdat ik de hele dag een mondkapje op moest op werk. En het pakketje binnengekomen van AliExpress. Het heeft echt heel lang geduurd. Meer dan anderhalve maand. Dus ik heb geen idee wat erin zit. Oh ja, ik weet het. Telefoonhoesje. Want ja, je kan nooit genoeg telefoonhoesjes hebben. En we gaan dus straks eten bestellen en we moeten nog even kijken wat we gaan doen. Ik heb in ieder geval... zo, gelijk in één keer heel veel donker. Ik ga nu nog heel even mijn camera aan de oplader doen, want die zit er nu net pas in. En dan laat ik zo weten wat we gaan doen. Dat al, want ik kom vaker bij de McDonald's dan jullie. Oké, nou, ik ben herenigd met Floor en Vos, maar dat had ik al verteld. En we zijn bij de McDonald's. Het was niet... Ik heb een menu. Medium? Ja, op school. Nou, maar ik heb jou. Dat is denk ik medium. Medium, nee. Als je medium cola hebt, dan is het een helemaal heel medium. Heet. Oké, en dank u wel, mevrouw. Zo, ik dacht mijn Fanta viel. Oh, wat lief van jou. Echt een gunster. Ik krijg gewoon door hoor, er komt nog meer uit. Oké, maar we zijn dus bij de Mackie. Is dat een veggie? Ja, nee, de normale. Kijk, ik ben wel blij dat jij de McCroket gaat proeven in veggie. Anders moest ik het natuurlijk doen. Hoezo? Nou ja. Dat wil ze niet. In de vlog moet het wel een keer voorbij komen. Ja, maar ik had dus gehoord dat hij precies hetzelfde smaakt. Nou, dan moet jij dat even gaan testen. Ik ben al benieuwd, ja. Wil je nog een saus? Kijk eens. Hier past hij precies in. Perfect. Oké. Nou, ik weet nooit een grote friet, maar ik had er gewoon helemaal zin in. Ja, schenk. Zo, Vos. Een hele vissenkom. Deze is voor Floor. Want Floor moet nog rijden. Nee. Oké. Eeuw, dat... ik heb het lang niet gehad, hè, jongens. Mijn haar zo. Klooik, klooik. Oké. Even de muziek iets zachter. Proosten. Op onze liefde voor elkaar. Oh shit. Die My Germany Bullet kalender mag er nog niet. Cheers. Oké. Je ziet me niet op de schoen. Oké. Even ik. Nou, surfplank. Nee, dit is een. Hoppen. Zee, ja. En dan een. Nee, oké. Dat kan. Dat is onmogelijk. Onmogelijk. Een zeebioloog. Oké, dit is het. Oké. Wat, wat, wat? Hond. Hondentemmer. Dierenarts. Ja, heel goed. Houthakker. Slager.
Jezus. Tijd is om. Nou, het is vandaag zaterdag. En ik heb me net klaargemaakt. Ik heb voor de rest van de hele dag niks gefilmd. Want ik heb straks de verjaardag van Celia. En ik heb de hele dag voor de rest aan school gezeten. Ik heb net eens volumepoeder in mijn haar gedaan. Alleen het is nu zo stug dat ik er gewoon klitten van krijg. Oké, dit is niet best. Nou ja, in ieder geval, ik wilde eigenlijk mijn haar krullen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb mijn sieraden om. Ik heb mijn nieuwe horloge om. Ik heb een jurkje aan. Dit jurkje. Daaronder doe ik mijn Dr. Martens. En ik moet nog eventjes kijken welk tasje ik meeneem. We hadden eigenlijk een surprise feestje voor Celia. Een soort surprise diner. Alleen, dat is niet gelukt. Want ze kan niet tegen verrassingen. Dus ze was er een soort van achtergekomen. En toen, nou ja, het ging gewoon niet goed. Dus nu hebben we het gewoon verteld. En nu is er alsnog een verrassing of iets. Ik weet niet precies. In ieder geval, ik twijfel een beetje of ik een andere ketting in wil. Ik vind deze namelijk ook wel leuk. Het is wel heftig. Ik ga deze omdoen. Dus ik heb me net klaargemaakt. Ik word zo opgehaald door Ijf. Dan gaan we daar naartoe. Heel veel zin in. Het is heel erg jammer dat er echt 21 diner niet door kan gaan. In verband met dat je niet veel mensen mag uitnodigen. Maar ja, we hebben nu wel gewoon een hele leuke oplossing. Dus dat is prima. Voor de rest moet ik echt van de rest van het weekend echt goed leren. Ik heb volgende week een paar deadlines en allemaal dat soort dingen. Dus daar moet ik wel echt even aan de slag. Maar vanavond gaan we daar niet aan denken. En gisteren was ik dus met Voske en Floor en dat was heel erg gezellig. En we hebben uiteindelijk, wat vind ik hiervan? Oh, ik weet het niet. Vind ik dit leuker? Het is wel heel groot. Nou, ik weet het niet. Oké, ik ga nog even kijken welke ketting ik omdoe. En ik ga mijn schoenen nu aandoen. We hebben een wijnproeverij in petto. 6 gangen. En dit is dan het proefformulier. Dit zijn alle smaken. En dit is voor elke wijn een uitleg. En dan gaan we dus 6 gangen doen. Met 6 verschillende wijntjes. Een heerlijke proeverij. Dus de smaken en geuren van alle wijnen. Het gaat al zo te werk. Je gaat van binnen ga je naar buiten. Okay. Dus bij elke wijn begin je binnen in de cirkel. En ga je steeds verder naar buiten. Daarbij hebben wij ook nog een proefnotitie voor me. Cadeau was. Een ketting. Ah, oh, die is echt leuk. Nee, die vind ik echt heel leuk. Vandaag zondag en jongens, ik heb echt gisteren zoveel gedronken. Ik ben echt in tijden, ik denk dat het echt een half jaar geleden is dat ik zoveel heb gedronken. Het was echt bizar en ik heb hoofdpijn, daar word je echt bang van. Dus ja, dat is even wat minder. Het was echt mega gezellig gisteren op het verjaardag van C. Er is heel veel gefilmd met mijn camera. Ik weet niet wat ik er allemaal in ga doen. Of ik überhaupt veel erin ga doen. Maar dat is heel erg leuk. Dat er wel beelden zijn gemaakt. Ik mis het uitgaan ook zo erg. Dus het was echt even chill om gewoon met een klein groepje gewoon lekker met muziek aan. Dus dat was heel erg chill. Ik ben dus nu echt al een uur bezig met iets uitzoeken wat ik aan wil doen. En ik heb heel veel nieuwe kleding. Maar ik weet gewoon niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik aan wil. En ik word er niet goed van. Dus ik heb het gevoel dat ik elke keer hetzelfde draag. Dus ja, nou, ik ga even kijken wat ik aan ga doen.
Nou, straks komt Eve gezellig naar mij. En dan gaan we Lieve Mama kijken. Dus dat. En ja, dat dus. Ik heb gisteren aan school gewerkt, dus vandaag eigenlijk niet. Nou ja, ik moet straks eigenlijk wel even aan school werken. Maar ik heb er niet echt heel veel zin in. Dus ik moet even kijken. Oh, waarom weet ik niet wat ik aan wil? Ik word echt helemaal gek. Oké, ik ga eventjes kijken wat ik aan ga doen. Oké. Okay. I was 13 now. Oké. Eve is er. Nou ja, die was net bij mij thuis. En ja, toen kwam Eve met het idee om naar de McDonald's te gaan. Nou zeg. Ik ben deze week vlog misschien al 3 keer naar de McDonald's geweest. Oh, ik ga ook echt bijna alleen maar naar de McDonald's met jou. Ja, dat zegt iedereen. Dat zegt echt oprecht iedereen. Oh, daar komt het eten. Oh, of niet? Nee, dat is niet voor ons. Maar we willen ze wel hebben hoor. Oké, en we gaan even naar de stad heel snel. En ik heb zo'n kater, jongens. Het is echt bizar. Ik kan het echt niet aan hoe erg dit is. Maar ik ga wel water drinken, dus dat is wel goed. Wat een katertje. Klein beetje wel, ja. Kan dat op de vloer? Ik heb denk ik al. Maar appelstukjes bij de Mac zijn ook echt niet lekker. Maar alleen dat. Ja? Oh, waarom wil ik me helemaal uitkleden gelijk? Wacht, ik... ja, is dat raar? Ik heb het heel warm namelijk. Ja, ik heb het ook warm. Ga ik het raam een stukje openzetten? Nee, ik doe gewoon mijn jas uit. Ik hou nu van het raam open. Oké. Okay. Maar de spicy kip nuggets zijn dus weg, jongens. Oh, sorry. Dat zie je niet hoor. Oh. Maar ik smeet je camera een stukje. Nou, dat ding gisteren, ik weet niet wat er allemaal mee is gefilmd. Ik denk echt dat er 20 minuten aan beeldmateriaal is gemaakt gisteren. Oh, ik heb hier een frietsaus, denk ik, voor jou. Oh, en de zoetzure saus zit hier ook bij? Ja. Lucky you. Oké, okay, nou, wij gaan... Hier heb ik nog een voor je. Nog een dino-ei? Nou, dan kan ik mijn kinderen wel blij maken. Heel lekker. Maar jij draagt gewoon geen foundation, hoe chill. Ja. Nou, op zich is mijn laatste tijd mijn huid wel beter. Toen ik, ja... Ik was natuurlijk heel lang gestopt met de pil. Toen werd het heel slecht. En nu ben ik er weer mee begonnen. Nou, even niks aan. Heel even naar de stad geweest. Naar de Mac. Even kijken. Ik heb nog een nieuwe broek bij de Zara gekocht. En we hebben even chocomel en slagroom gekocht. Want we gaan nu... Gaan we Lieve Mama kijken? Ja. Ik zit echt nog een week hier op te wachten. Oh mijn god. En ik heb bij de Zara een nieuwe beige broek gekocht. Ja, ik ga even een jongensbroek aandoen wel. Het is inmiddels al avond. Eva is weg. En we hebben dus Lieve Mama gekeken. En Eva en ik zijn dus bijna op dezelfde dag jarig. Dus we hebben even voor ons verjaardag even wat dingen geregeld. En allemaal dat soort dingen. En ik ga zo nog even aan school zitten of de vlog editen. En dan zien jullie mij volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat hij een beetje lang is. Ik heb namelijk echt geen idee. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doei!